Wij willen nu even bijpraten over de braken. Wij hadden een afspraak staan vanmiddag om 3 uur om de akte van levering te ondertekenen met meneer Smit. Meneer Smit heeft vanmorgen laten weten dat hij de akte vanmiddag niet zal gaan ondertekenen. En hij heeft daarvoor als reden opgegeven dat er nog zienswijze bezwaren ingediend kunnen worden tegen het bestemmingsplan De Braken, waarin de woning opgenomen is. En dat dat de reden is waarom hij zegt, nou, ik wil toch zeker voor het onderwerp alles zeker hebben, dus ik ga vanmiddag niet tekenen. Dat heeft hij ons vanmorgen in alle vroegte laten weten, heeft hij het hier bij de balie, bij het gemeentehuis afgegeven, een brief afgegeven waar dat in staat. Dat is voor ons aanleiding geweest om meteen actie te gaan ondernemen, omdat wij toch van mening zijn dat wij toch onze uiterste best gedaan hebben om met meneer Smit tot de levering te komen. Ik zal even uitleggen wat wij dus gedaan hebben van het moment dat we ondertekend hebben tot nu toe. En dan begin ik op 27 maart. Toen hebben wij hier de koopakte ondertekend, waarin wij precies aangegeven hebben wat er te koop was, waar welk bedrag enzovoorts. Daar waren we het allemaal over eens en dat hebben we ook allemaal getekend. Op 27 juni liet meneer Smit ons weten, sorry, maar ik ga op 1 juli niet tekenen. Want ik heb de stukken van de notaris heb ik niet gehad. En ja, helaas, maar dan kan ik ook niet gaan tekenen. Ik ga geen stukken tekenen die ik niet volledig heb kunnen inzien, die ik volledig heb kunnen bestuderen. Dus dat ga ik niet doen. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met hem, meteen na 1 juli. Toen bleken er toch een aantal meerdere dingen te zijn waar we een overeenstemming over zouden moeten bereiken. Althans, die voor hem problematisch lagen. Maar dat was allereerst de woning, die oorspronkelijk in het bestemmingsplan stond. Die te later bij het ontwerp bestemmingsplan stond dat het er een wijzigingsbevoegdheid in zat. En meneer Smit zei nee, ik wil de zekerheid hebben dat de raad instemt met de woning op die locatie. Er kwamen problemen met de inventaris. Wat is er nu wel en wat is er nu niet? Er was een probleem met het pandrecht, wat erop bleek te zitten, wat wij niet wisten. Evenals een overeenkomst met de brouwerij. Daarvan hadden we geen weet bij de aankoop, is ons dat niet gemeld, dus dat konden we ook niet weten. En een vluchtdeur, die werkte niet helemaal goed. En die was zodanig beschadigd, van, nou, die zou er eigenlijk wel uit moeten. Nou, dat waren de redenen voor Smit om te zeggen, ik ga met jullie, ik wil hebben dat jullie die problemen eerst oplossen. Nou, daar hebben wij dus lang met hem over gesproken. En nog eens een keer alle pijnpunten op tafel gelegd. En toen hebben wij een overeenstemming met hem bereikt op 18 september. Toen hebben we met hem afgesproken dat wij de zaak op zouden lossen. Dat heeft dus geresulteerd in een wijziging van het bestemmingsplan, conceptbestemmingsplan zoals het al lag, in de directe opname van een bedrijfswoning in het bestemmingsplan. Zoals de heer Smit ook aan ons gevraagd had. Daar heeft de raad apart een besluit over genomen. De inventaris, wat er wel en wat er niet was, en het pandrecht en de overeenkomst met de brouwer, daar hebben we onder één noemer gepakt. En daar zijn we over in gesprek gegaan. Wat is het nu precies? Wat staat er nu precies in? Over welke bedragen gaat het? Waar hebben we het nu precies over? Daar hebben we heel lang over gesproken en dat heeft vervolgens geresulteerd in een overeenkomst waarin wij aangeboden hebben om €10.000 te betalen om zowel die inventaris, het pandrecht als de overeenkomst met de brouwerij om dat af te kopen. Daar heeft de raad dus ondertussen ook ja tegen gezegd. De raad was dus akkoord met de €10.000, heeft de raad ook bevestigd in de bestuursrapportage zoals die onlangs is vastgesteld. Dat resulteerde dus op 18 september in een overeenkomst. In die overeenkomst hebben we opgenomen, alle problemen zijn opgelost. Niets staat ons meer in de weg om op 1 oktober de akte te laten passeren bij de notaris, de akte van levering. En op 30 september, dus een dag voordat het zover is, krijgen we bericht van meneer Smit dat meneer Smit zegt, ik ga toch niet over tot levering op 1 oktober, ik koop niet op 1 oktober. Vervolgens zijn we weer met hem in gesprek gegaan en zeggen, ja, wat is er nu, wat bekeert er nu aan? Zegt, nou, het gaat over de inventaris. In de koopakte, zoals die gepasseerd is, daar staat in, wij leveren u de braken, u koopt van ons de braken voor een aankoopprijs van €500.000. En u krijgt daarbij de inventaris, waarde van de inventaris, die werd op nul opgenomen in de koopakte. Daarvan waren we het over eens, want die koopakte is getekend, daar waren we het over eens.
Daar kon geen misverstand over bestaan. Die overeenstemming die was er. En die overeenstemming die hadden we dus al, zoals ik straks gezegd had, op 27 maart, toen wij de koopovereenkomst tekenen, daar stond dat in. Nou, als je dan na 1 oktober komt te zeggen dat je het daar niet mee eens bent. Nou. Okay, wij zijn toch maar weer opnieuw met hem in discussie gegaan, om te kijken hoe zit het nu bij die inventaris. Vervolgens hebben we vastgesteld, of de heer Smit vastgesteld, dat de waarde van de inventaris op dat moment 16.000 euro zou zijn. Tegen Smit gezegd, nou dat is allemaal goed. Dat zal allemaal wel zo zijn. Dat geloven wij ook wel dat dat zo zou zijn. Maar dat is wel uw taxatie. En de financiële gevolgen daarvan, die zijn ook voor uw rekening. Niet voor onze rekening. Want het is uw inschatting. Wij gaan daar verder niet over. Nou, daar hadden we dus ook overeenstemming voor over. En vervolgens zegt meneer Smit, oké, dan kunnen wij, er staat niks ons meer in de weg om die overeenkomst te tekenen op 1 november. Nou, wij gaan er ook vanuit. Ja? Wij gaan er ook vanuit. Nog een maand geleden. Ja, we gaan er 1 november. We gaan er dus ook dan vanuit dat er op 1 november ook getekend wordt. Vervolgens ontstaat er toch 1 november passeert. En wij krijgen net voor 1 november bericht van meneer Smit. Ik wil toch eens met jullie nou over wat dingen spreken. Ik ga dus op 1 november niet tekenen. Want daar doen we toch weer wat nieuwe problemen op. Wij zijn dus weer opnieuw in gesprek gegaan met meneer Smit. En op 5 november hebben wij overeenstemming bereikt, weer met meneer Smit. We hebben hem gevrijwaard, want daar ging zijn probleem over. Hij zei van de inventaris die jullie bij mij in rekening brengen, daar berekenen jullie btw over, dat zou niet mogen. Nou, volgens ons was dat wel zo, dan moest dat ook zo, we zijn nog steeds aan dat niet zo. En het tweede punt was dat hij zei, nou, ik lees ook in de krant dat er 2 ondernemers zijn die in de tijd bezwaar gemaakt hebben tegen die verkoopprocedure. Dan zou ik later ook weer wat een glas van kunnen hebben van hoe zit dat nu. We hebben op 5 november weer een overeenkomst met gesloten, meneer Smit. Als u problemen krijgt met de btw, dan vrijwaren wij u daarvan. Dat konden we ook rustig doen, want als wij btw in rekening brengen die we niet in rekening mogen brengen, dan krijgen we die btw terug. Dus er is voor ons verder helemaal niks aan de hand. En die 2 mensen die toen ook meegedaan hebben in de verkoopprocedure, die hebben we ook allemaal al bericht. We hebben dat ook uitgelegd hoe dat in elkaar steekt. Daar vrijwaren we u ook voor. We hebben dat op 5 november in een tweede aanvullende overeenkomst weer vastgelegd. Zo zit het. In die tweede aanvullende overeenkomst hebben we ook opgenomen dat de uiterlijke leverdatum dan zou zijn 2 december. Meneer Smit maakt ook een afspraak met de notaris om 2 december, dus vanmiddag om 3 uur, te komen tekenen. En vervolgens laat hij ons vanmorgen, dus in alle vroegte weten, ja, ik ga er toch niet mee akkoord, want ik denk dat ik misschien nog wel eens problemen zou kunnen krijgen, nu het bestemmingsplan weliswaar door de raad is vastgesteld, maar er nog zienswijze in gediend kunnen worden, zou het wel eens zo kunnen zijn dat ik later daar problemen mee zou krijgen, dat ik er later nadelige gevolgen van zou kunnen krijgen. Wat voor ons morgen in ieder geval meteen aanleiding om te zeggen, nu moeten we vervolgstappen gaan nemen, nu moeten we toch iets anders gaan doen. Uitgangspunt van ons handelen is steeds geweest, wij moeten blijven zorgen dat de verenigingen in de braken kunnen blijven sporten. Dat is ons uitgangspunt. Daarvoor hebben we al die tijd ook de onderhandelingen gevoerd. Met in het achterhoofd telkens laten we proberen tot overeenstemming te komen. Laten we vooral zorgen dat de verenigingen in de braken kunnen blijven sporten. De verenigingen mogen nooit te dupe worden van alles wat er nu gebeurt rond die verkoop. Dat was ons uitgangspunt. Dat is ons uitgangspunt overigens nog steeds. Alleen hebben we vanmorgen gezegd, ja, nu is de tijd van spreken, is nu toch onderhand wel verstreken. Wij kunnen nu weer opnieuw aan de tafel gaan zitten en weer opnieuw gaan praten en weet ik het wel allemaal doen. Maar wij denken eigenlijk dat iemand die ons telkens 12:02 verrast met dit soort activiteiten, dat we dat eigenlijk toch daar een halt aan toe moeten roepen. En dat wij toch eens moeten zeggen van nu is het mooi geweest, gaan wij dus niet mee verder op deze manier. We hebben dus vanmorgen onze advocaat ook opdracht gegeven om de ingebrekenstelling voor ons klaar te maken. De gebrekenstelling dus om meneer Smit erop te wijzen dat het wat ons betreft over is. Dat wij vandaag op 2 december dus wij de ingebrekenstelling en meneer Smit dus zeggen dat wij voornemens zijn om de koopakte te gaan ontbinden. Nou, denken we als we meneer Smit daar vandaag mee overvallen, dat meneer Smit ook zal zeggen, ja wat nu in één keer vandaag, krijg ik geen tijd meer. Wij gunnen meneer Smit nog graag 8 dagen de tijd om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dus om te zorgen dat de koopakte met de eerste en tweede aanvullende overeenkomst die we afgesproken hebben om daaraan te voldoen. Dat is dus tot 10 december.
En dat als 10 december dat daaraan niet voldaan is, dat wij dan de koopakte per die datum ontbinden. Dat is zo'n beetje het verhaal tot nu toe. De gebrekenstelling is nu uit. We gaan vanavond, is het commissievergadering, komt toevallig zowel, is even de commissie informeren. Wij zullen ook de verenigingen op de hoogte gaan stellen. We zullen vanavond ook de verenigingen rond 7:30 uitnodigen voor een gesprek. Dat gesprek zal dan morgenavond gaan plaatsvinden. En we zullen meneer Smit ook op de hoogte stellen dat wij die verenigingen gaan uitnodigen om ze morgen bij te praten over de stand van zaken. Dat is zo het verhaal. De braken, tot nu toe, u wordt er niet vrolijk van, denk ik. Wij al helemaal niet. We hebben enorm veel energie ingestoken. We hebben steeds geprobeerd met in het achterhoofd sporten. Sporten moet blijven. Moeten we zeker stellen. En helaas, maar ja, we moeten het al op 2 december constateren. Maar op deze manier gaat ons dat, denk ik, niet lukken. Dus dan moet je een andere weg inslaan. En daar hebben we dus vanmorgen ook toe besloten. Gezien heel de litanie, hè? Alle data op een rijtje zettende. En nu uiteindelijk aan de orde is om die, die overeenkomst te tekenen. De achterverlevering. De achterverlevering te tekenen. Bestaat bij de gemeente nog wel de indruk dat meneer Smit wel tot koop wil overgaan? Ik krijg langer of meer de indruk dat meneer Smit alleen maar op uit is om zoveel mogelijk geld binnen te halen. En kijk, als de gemeente op een gegeven moment zegt van er is nu een stop, want we hebben genoeg toegegeven. Met alle mogelijke financiële zaken die hij op een gegeven moment tevoorschijn tovert. Hoe ver kan de gemeente nog gaan? Ja, nou, niet verder dan dat ik zo net al aangegeven heb. Waarbij het wel zo is dat Smit vanaf 1 juli de exploitatie doet van de braken. Hij heeft ons in juli laten weten, oké, jongens, de problemen die zijn er met die koop. Dus die koop die gaat even niet door. Maar ik wil de braken wel gaan exploiteren. Ik wil ook de verantwoordelijkheid van het personeel opnemen vanaf 1 juli. En daarvoor hebben we een bedrag overeengekomen van €2.083 per maand. Dat is ongeveer de rente van het bedrag van die €500.000. Dat zijn we met hem overeengekomen. Dat ligt ook vast in een overeenkomst. Hè, van zo gaan we dat doen. Dus meneer Smit is dus vanaf 1 juli tot het moment dus dat de act ontbonden wordt ons €2.083 per maand verschuldigd. Om, nou niet een rente, dat is het bedrag om de exploitatie te doen. Om de exploitatie te mogen doen. Maar waar hebben we dat bedrag op gebaseerd? Het bedrag is gebaseerd op de rente van die €500.000. Dus dan moet de heer Smit betalen aan de gemeente? Ja. En die heeft hij tot op heden ook gedaan? Die heeft hij tot op heden ook niet gedaan, maar meneer Smit hoefde dat ook niet. Omdat opgenomen is dat bij het passeren van akten dat ook verrekend zou worden. Oh, ja. En de stukken die de notaris hem dus vorige week toegestuurd heeft, hè, of 2 weken geleden, daar zit ook een keurige verrekening in van alle posten van wat hij nog zou moeten betalen. En er is die €2.083, maakt er onderdeel van uit. Smit moet ons ook bij het ontbinden van de akte, dus wat we nu gedaan hebben, ons €15.000 betalen. Want dat is het boetebeding wat in de koopakte staat. €15.000, dat is ongeveer 10% van, of dat is precies 10% van de koopsom. Dat is je kwijt aan boete als wij het niet nakomen van de koopakte. Maar we hebben nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag die ik in eerste instantie stelde van hebben jullie nog wel vertrouwen in meneer Smit dat hij inderdaad de koop wil doorzetten? Kijk, als wij hebben wij vertrouwen bij meneer Smit? Nou kijk, er is zo'n moment dat het niet meer gaat over, hebben wij daar vertrouwen in of hebben we er geen vertrouwen in? Dus denk ik dat helemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is nu is de levering. En als wij er geen vertrouwen in hadden, dan hadden we meneer Smit waarschijnlijk nu ook gezegd, meneer Smit, het is over uit het sluiten. We hebben ook nu gezegd, u krijgt nu nog even van onze tijd om het na te komen. En dan pas zouden we die vraag kunnen beantwoorden. Kijk, het feit dat wij zo lang met hem in gesprek geweest zijn, betekent natuurlijk ook dat wij er best hoop op hadden dat wij tot overeenstemming zouden kunnen komen. Alleen, één keer houdt daar natuurlijk eens op. Hè? Waarbij natuurlijk ook zo is dat de commissie tegen ons gezegd heeft, ja, wethouder, kijk nu eens even, want wordt het wel iets? Niet dat dat nu bepalend is geweest, maar het heeft wel meegespeeld hè, in onze besluitvorming vanmorgen om meteen te zeggen, ja, oké, jongens, nu ook niet meer. Hè. Ja. Maar hij krijgt dus nog de tijd, hè, hij krijgt dus nog 8 dagen de tijd om zijn verplichtingen daar te komen. Stel dat hij die 10 december weer laat verlopen, dan is het fini.
Dan moet hij de boetebeding betalen, de koopovereenkomst wordt ontbonden. Ja, als de sleutel inleveren, wat hij doet, de sleutel inleveren, en de exploitatie. En dan? Wie doet dan de exploitatie van de bouw? Dan gaan wij nu zorgen dat de exploitatie ook na 10 december gewoon doorloopt. Daar zijn we vanmorgen ook gesprekken over de stad, daar kan ik op dit moment nog, daar hebben we nog zo weinig concreets over, maar het is wel zo dat we gezegd hebben van alles wat er nu gebeurt, het kan niet zo zijn dat de sporters daarvan de dupe moeten worden. Dus wij gaan ook acties opstarten om te zorgen dat ook na 10 september de braken open blijven voor de sporters. Want dat was van het begin af aan ons uitgangspunt, dat de braken open zou moeten blijven. En de braken die kan dan niet de dupe worden dat iemand 4 keer niet op komt dagen om een achterton te En na 10 december neemt de gemeente dan, of tenminste die draagt de zorg voor dat de exploitatie doorloopt. Ja. En begint dan de hele verkoopprocedure weer opnieuw? Het is zo dat wij, als het 10 december meneer Smit de sleutel ingeleverd heeft, dan gaan wij de verkoopprocedure opnieuw opstarten. En we gaan dan waarschijnlijk, zoals we nu vanmorgen besproken hebben, gaan we dezelfde procedure volgen als die we vorige keer gedaan hebben. En natuurlijk weten we ook, dat heeft iedereen ook al gekregen van iemand die zegt, ja ik wil wel. Ik denk dat we ook iedereen weer, dat moeten we dus ook met ons inkoop- en aanbestedingsbeleid, iedereen weer gelijke kansen, we gaan het weer gewoon publiceren. En waarschijnlijk onder dezelfde voorwaarden als we toen de tijd ook gedaan hebben. Open zijn voor sporters enzovoorts. Dat zijn de voorwaarden van de gemeenteraad ook, hè? Dus het is wel zo dat er wel naar wordt gestreven wordt om het te behouden voor sporters. Want daar was de vorige keer natuurlijk ook even wat over. Heel nadrukkelijk zei ik, we hebben vanaf 27 maart steeds voor ogen gehouden. Het moet open blijven voor sporters. Mm-hmm. En wij gaan ook alles in het werk stellen om het na 10 december open te houden voor sporters. Okay. En als we dadelijk weer gaan verkopen, gaan we dat ook opnemen. Ook. Ja, we waren twee gegadigden, die hadden later van één, ik snap dat er geen vouwwagens in de sporthal moeten komen. Dat is er één van. Hè. Ja. We hebben toen de tijd opgenomen, één, er mag geen woningbouw plaatsvinden, er mag geen detailhandel plaatsvinden. Mm-hmm. Ja. Diezelfde voorwaarden als we die toen hadden, die gaan we, of we daar nu iets aan gaan wijzigen, dat zou best wel kunnen zijn. Ja. Een van de voorwaarden die we er toen niet in hadden staan, geloof ik, is dat de sporthal in stand moet blijven, het sportgedeelte. Ja, ja. Daar gaan we heel nadrukkelijk hebben, daar heeft de raad ondertussen van gezegd, dat vinden we dat we moeten doen. Ja. Dat wordt ook onderdeel dadelijk van de nieuwe verkoopprocedure. Want we hebben toen, die voorwaarden hadden we toen de tijd niet opgenomen, maar meneer Smit, die kwam zelf, die zei van, ik hou die sporthal open. Ja. En we hebben toen gezegd, nou prima, en ik denk dat we nu ook zover zijn, na wat de raad erover gezegd heeft, dat wij het ook als voorwaarde op gaan nemen in de verkoop. Dat het sport behouden moet blijven. Want anders hadden we nu ook niet zoveel energie hoeven stoppen om het nu te behouden te blijven. Om nu die procedure zover door te voeren. Geen kinderspeeltuin, zeg maar. Dat was op een gegeven moment indoorspeeltuin. Nou, kijk of een speeltuin of zo kan. We hebben toen gezegd van komt u maar met een plan. Mm-hmm. Ook al zou het niet voldoen aan een bestemmingsplan. Ja. Dan willen we nog wel beoordelen of het wel zou kunnen. Maar we hebben al gezegd, u hoeft niet met een plan bij ons aan te komen. Om het detail aan te doen, maar dat doen we dus niet. Nee, het hoeft ook niet te komen van we willen gaan slopen en we willen de woningbouw doen. Ja. Dat doen we niet. Maar een kinderspeeltuin erbij ergens in de omgeving, daar ligt voldoende grond bij. Ja. Waarom zou het niet? Ja, toen hebben we ook iets gezegd over die tennisbanen, daar zullen we nu ook weer gaan zeggen. Ja. We hebben toen eigenlijk alleen maar aangegeven waar ze zeker niet mee langs hoeven te komen, omdat we zeiden van daar gaan we nog niet meer kijken. Ja. Vouwwagens was er zo één van en die hebben toen ook klaar te weten, ja, verder niet meer ons langs te komen, dit doen we niet. Nee. Nee, maar die vouwwagens had ook het idee van de indoor speeltuin. Of in de braken een grote speeltuin. Maar voor alle duidelijkheid, want hij heeft later ook in die procedure nog iets gezegd. Ja. Wij hebben toen tegen hem gezegd, wat u ook wilt, alles zal ik. Maar die detailhandel, die vouwwagens, dat kan niet, want daar hebben we gezegd dat dat niet kan. Ja. Als we toen ook dat ja tegen gezegd hadden, hadden we de procedure opnieuw moeten doen. Want dan hadden er waarschijnlijk nog een paar meer gekomen die gezegd hadden, ja, daar waren wij ook wel geïnteresseerd geweest. Precies. Had u dat laten weten? Mm-hmm. Ja. Oké, ter afronding, ik hoop dat het in ieder geval duidelijk is dat wij als gemeente Boksel ons tot het uiterste inspannen om de braken open te houden voor sporters. Dat wij het ook jammer vinden dat het op deze manier zo heeft moeten lopen dat het ook zo lang geduurd heeft. We hebben zo lang mogelijk geprobeerd om overeenstemming te bereiken. Maar we denken dat nu het punt is gekomen om deze koopakte te ontbinden en over te gaan naar de nieuwe aanbesteding die we op heel korte termijn hopen te openen.